Michael Bogert is niet te stoppen en kan er maar geen genoeg van krijgen. Dus de muziekkeuze voor hem is dan ook Don't Stop Till You Get Enough van de King of Pop, Michael Jackson. Hier is samen met zijn partner Daria, Michael Bogert! Michael Bogert, dit was toch wel een dans en een outfit waar we je eigenlijk nog nooit in hebben gezien. En je ging naar mijn mening als een spier. Ja, ik ging super. Of ja, het dansje ging goed in ieder geval. Daar was ik echt bang voor. Dus, maar dat ging hartstikke goed. Maar je hebt er ook echt hartstikke veel lol in, hè? Ja, ik had best echt heel veel lol in deze keer. In het begin van de week niet, maar sinds donderdag toen dacht ik eigenlijk, ja joh, dan... Kun je dat ook allemaal schelen? Lachen ze maar, ik vind het niet erg. Maar waarom zou je uitlachen? Dat is toch... Ja, weet ik veel. Nee, ik bedoel, er zijn ook genoeg mensen die in een wielrennerspakje zitten. Dan denk ik ook wel eens, nou, heel apart. Ik vind het niet zo naar eruit zien, dames en heren, nu. Het is toch enig? Ja, Dara, who is your biggest concurrent in this show? I don't know, everybody is so great. Honestly, Ralph is a good skater and Jenny is amazing. And Vivian looks so beautiful on the ice, I don't know. Dit waren de punten van de Oekraïne. Dames en heren, we gaan door naar Zwitserland. Thank you very much. Goed, Michael, ik zit in één keer te kijken naar dat hele glitterpak. Wat vind je er nou zelf van als je dit zo aan hebt? Ik ben er eigenlijk een beetje jaloers op. Ja, ik heb gevraagd of ik hem mag houden, want we gaan in mei naar jullie concert naar de toppers. Dus dan doe ik dit aan, denk ik. Nou, dat zou toch fantastisch zijn? Ik heb het echt gevraagd, dus. Je bent en je blijft super enthousiast en dat zien we hartstikke graag. Ik zou zeggen, schaats voorzichtig naar de jury en ik wens jullie het beste. Dankjewel! Niets om je voor te schamen hoor, echt fantastisch. Maar ja, ik zit niet in die jury. Gelukkig maar, Hein, zware taak zo, hè? Ja, nou, ik dacht dat de wielrenners nooit uitgingen. Maar volgens mij heb jij toch wel af en toe een beetje gedanst. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ik weet hoe moeilijk het is als je daar staat en dat je moet je los gaan dansen. En dan moet je ook nog een beetje synchroon. Ja, dat ging toch heel erg goed eigenlijk. Ik had dat niet verwacht. Kijk maar terug, Michael, dat doe je echt heel goed. Ja, en het mooie was, ik zag je ook de andere kant uit overstappen. Dat is ook heel lastig. Het komt steeds beter op zijn plek. Het komt helemaal goed. Oké, Sita. Ja, een dansende Michael. Te gek, man. Je hebt het echt wel in je. In het begin kwam ik je tegen net op de trap en je zat een beetje in over die pasjes. Onthoud ik ze wel. Maar ze gingen goed, toch? Redelijk, ja. Ja, helemaal goed. En de moonwalk heb ik gezien. Een pirouetje van vooruit, achteruit. Dat ging ook allemaal top. En als het mag ook even een complimentje over de kleding. Want jullie zien er echt heel gaaf uit. Dat is ook super gaaf. Ja, het klopt precies. Dit was een prachtig plaatje om te zien. En Michael, echt, ja, ik vind dat je het waanzinnig hebt gedaan. Mensen verwachten het niet van jou. Denk, oh, die jongen is altijd met fietsen bezig geweest. En dan nu dit. Maar het zit wel in je.
Nou ja, wat mijn moeder net al zei, ik vond het vroeger echt gaaf en stiekem dan deed ik die pasjes, probeerde ik na te doen. Dus het was eigenlijk wel een beetje een jongensdroom die uitkwam, want nu mocht ik hem echt een keertje nadoen. Of proberen na te doen. Nou, het is aardig gelukt, je hoeft je nergens voor te schamen. Maar goed, die punten, we hebben Jane en Mark niet gehoord, dat vertaalt zich meestal in de punten. Jane! Een hele dikke 8. Een dikke 8, Michael, nou. Hein! Voor mij een 9. Een 9, zo. Sita. Voor mij ook een 9. Ook een 9. Mark. Ja, voor mij, je kan wel schatten, maar je bent absoluut geen Michael Jackson. Een 7. Oh. Zo jammer weer. Doet hij zo zijn best. Maar goed, toch een 8,3, Michael. You can't win them all, zeg maar. Maar een 8,3 zet je nu op een tweede plaats. Dat is niet slecht. Maar ja, als je altijd gewend bent om te winnen, dan lijkt me dit een beetje naar. Maar wie weet. Dan komt dat allemaal later nog wel goed. Michael, mensen kunnen voor jou gaan bellen. Ik weet alleen je telefoonnummer is zo niet uit mijn hoofd. Dat staat namelijk normaal heel gezellig daar, maar nu niet. 0909-1353 is je nummer. Of je sms Michael naar 4600. Daar was die, daar zocht hem. Heel erg bedankt, goed gedaan. Chapeau.